De Tour de Delle is in het beginstadium. Bij mij staat Dirk-Jan Grootkezijn. Dirk-Jan, wat is je taak vandaag? Ja, Tour de Delle, tweede editie. Je zegt al 2013. Vorig jaar zijn we gestart. En ik was in gesprek met Eddie en Eddie zei, hey, kun jij het nog wat opvrolijken? Nou, dat hebben we gedaan. We plaatsen muziek. We zwaaien alle deelnemers uit en we halen alle deelnemers hier weer muzikaal binnen. En we houden natuurlijk iedereen hier op de hoogte van de sportieve prestaties. 29,3 kilometer gaat men lopen, fietsen, rolstoelen, wieleren, skileren, ja, noem maar op. Ja. Wim, kom bij. Kom. Wat is er zo bijzonder aan deze dag? Nou, het bijzondere is natuurlijk dat we hier in saamhorigheid met z'n allen strijden voor Kika. En dat is voor kinderen kankervrij. Dat is het meest belangrijke doel. Er zijn ook heel veel mensen mee die deze ziekte in hun familie hebben. Dus het is een belevingsevenement, saamhorigheid en feitelijk wat doen. Dus er niet alleen over praten, maar gewoon een prestatie verrichten en geld binnenhalen in die strijd tegen kanker die zo belangrijk is. Goed, we beginnen straks om 9 uur, als ik het goed begrepen heb. Maar de eerste lopers zijn al weg, heb ik gezien. Maar we gaan om 9 uur officieel van start. Is er nog iets bijzonders die begint als eerste die weggaat? Nou, we gaan straks om 9 uur hier de opening van het evenement geven. Er zijn al lopers, zelfs Adjan die heeft al 2 keer de route gelopen afgelopen uren. Dus die gaat straks voor de 3e keer en om 9 uur gaan we het allemaal officieel doen. Ik heb begrepen dat de burgemeester ook in ons gezelschap is. Dus we gaan er een lekkere happening, een mooie opening van maken. En dan kijk je als fietsliefhebber. Kijk heel snel door het 6-1 gestapt. Ja, maar wat is het bijzondere dan? Je hebt met name het onderste gedeelte. De deelnemers hier vandaag, jong en oud, verenigd en allemaal één doel. En dat is strijden in de strijd tegen kanker voor Kika. Kinderkanker staat vandaag centraal. Super natuurlijk, samen met je schoonzoon al uw werk. Dat gaan jullie doen tijdens het evenement, half de 6, of zelf als familie? Als familie, en ik heb wel gezegd, dat mocht het volgend jaar goed gaan, dan wil ik dolgraag een keer meedoen met half de 6. Oké, zie ik al. Oma, kleinkinderen erbij. Oké, okay, heel veel succes. Familie van der Bos ook present hier. Antoine ook heel veel succes.
samen met je moeder bij deze Tour de Dellen. Jullie, wie gaat er allemaal mee vandaag bij jullie? Wie rijdt er allemaal mee? Hun twee. Wie zijn hun twee dan? Weet je de naam ook? Maar dat moet jouw buurmeisje zijn, of niet? Het klopt helemaal. Het ziet er hartstikke voor het spoor. Daar mag u even op aankomen. Heel veel succes, dames. Geniet ervan. Drie rustpunten, vier etappes. Eerste rustpunt in Wezep, tweede rustpunt in de Dellen, derde rustpunt op de top van de Wolberg. En we zien ook dat de familie Hogedoren klaar voor vertrek is. Heel veel succes, geniet ervan. Vier etappes. En ook zij zijn bij de deelnemers deze editie. Twee, ja, kijk eens. Welke familie zijn dit? Ah, de hele familie Doornwaard, kijk eens. Met de nieuwe generatie bij zich. Fantastisch gezicht. Ja,